elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Roberta. Balletje van Kippersluis is zeer fraai. Hoek wel heel lastig. Te lastig dus. En nog 10 seconden te gaan. Lijkt de eerste helft wel op te zitten. Maar goed, deze vrije trap mag dus nog. Levert het iets op. De vrije trap gaat er niet in, want dat voorkomt Maus. En dan is het meteen rust. Het is 0-0, daar zal Cambuur niet over klagen. En Stegeman zal aanvallend vooral meer willen van zijn ploeg. Daar is Zeepar, die kopt hem in één keer net naast. Dat had ook zomaar de 1-0 kunnen zijn. Roberta, daar is de versnelling, de actie, maar 4 man om hem heen. Ja, bij Go Ahead hebben ze ook wel door dat ze hem moeten proberen af te stoppen. Dat ze dan echt al een heel eind op weg zijn achterin. Maar nu gaat het even mis bij Van der Venne. Heeft Chiganix de bal, heeft hij de voorzet en bereikt hij net Roberta niet. Schot dan van El Bata, dat is goed. En Verhulst moet nou eens een keer echt in actie komen. Cambuur doet mee. Bos. Dat is geen buitenspel. Nou, Zeepar nu dan. Nee. Die heeft toch aardig wat kans al gehad met dank aan Gino Bos. Baks. Van Moorsel. Voorzet scherp en goed. En daar is hij dan toch. Zeepar kopt Go Ahead op voorsprong. Risicovolle paso in de breedte. El Baat doet het alleen heel slordig. Dan kan die worden weggestuurd naar Pratil. Navratil voor de beslissing. Ja! 2-0, Go Ahead.